Welkom op ons biologisch melkveebedrijf hier in Lettelen. Ik ben Sanne Klein-Koerkamp. Christian Klein-Koerkamp. En wij wonen hier met onze vier kinderen, variërend in de leeftijd van 2 tot 9 jaar, op dit prachtige melkveebedrijf. Ja, we hebben een melkveebedrijf met 100 melkkoeien, 50 stuks jongvee. We gebruiken 94 hectare land voor onze boerderij. Dus we zijn zelfvoorzienend in ruwvoer en in mestafzet. Op ons bedrijf staat werkplezier centraal. We hebben gezin met 4 kinderen, dus we willen flexibel in onze arbeid zijn. En daarom hebben we ook gekozen voor 2 melkrobots. Het is voor ons een hele verademing. Ik betrap me er wel eens op dat ik wat nonchalant word. Nadat de melkrobots geïnstalleerd zijn, hebben we eigenlijk nooit meer op een vaste tijd gegeten. En terwijl ons leven staat altijd heel gestructureerd in elkaar. Maar het is ook wel een prettige flexibiliteit dat je bij een van de verjaardagen van de kinderen, dat je daar gewoon niet om 6 uur de stal in hoeft om te gaan melken. We hebben gekozen voor de Gea Dairy Robot, omdat we gewoon een betrouwbare robot wilden hebben en een eerlijk verhaal. Toen we ons gingen verkennen, toen vonden we dat de Gea Robot heel rustig werkt. En ook als die aansluit, dan blijft dus de tepelbeker ook onder de koe hangen. Dus hij doet voorbehandelen, melken en de nabehandeling. Het dippen doet hij dus in 1 beker. Dus het is voor de koe heel rustig. Als die koe erin gaat staan, dan voelt hij zich vertrouwd. Die bekers gaan eronder en als die bekers eraf gaan, dan is die koe ook klaar met melken. Ja, je hoort wel heel vaak spookverhalen van nou, als je gaat beginnen met een melkrobot, dan slaap je de eerste maand niet. Nou, het ging bij ons perfect gewoon. We hebben hier gekozen voor 2 dairy robots achter elkaar. De selectiestraat die ligt hier dus hierachter. En hier kunnen we dus kiezen met de 3-wegselectie in de guided exit voor de naselectie. We konden hier helaas niet kiezen voor een verdiept gedeelte achter de melkrobot voor te behandelen dieren of voor controle. Dat was bouwtechnisch bijna onmogelijk, dus hebben we dat niet gedaan. Op de nieuwe stadsboerderij hebben we daar wel voor gekozen en daar zijn we ook wel heel erg blij mee. Zoals je kunt zien hebben we ook gekozen voor de MS20 melkseparatie. Omdat wij al onze kalveren zoete melk voeren, moeten we toch wel een voorraadje kunnen aanleggen. De lijnen zijn heel kort, dus als er een vaasje is met weinig biest, kun je toch nog alle melk opvangen. Hij is mooi afgesloten en we kunnen hier tot 60 liter melk opvangen. Als je gaat robotmelken is het wel een hele andere manier van werken. Je visuele gevoel bij de koeien is minder, omdat je als je een melkstal hebt, dan zien ze 2 keer per dag voorbij komen. En als er dan wat is, dan kun je er direct op anticiperen. Nou, nu moet je het dus doen met data, dus je telefoon en je computer die leveren data. Die robot die is heel specifiek ook, die weet al bijvoorbeeld in welk kwartier van de koe er mogelijk wat zou kunnen gaan gebeuren. Nou, je behandelt die koe en je zit er veel dichterbij. Nou, wat me ook erg aansprak bij deze robot is dat je dus per kwartier kunt separeren. Nou, deze koe die heeft dus ook die had een verhoogde geleidbaarheid. Die heb ik dus behandeld, homeopathisch. En dit kwartier melkt hij dus gewoon in de dump. En de rest kan gewoon de tank in. We hebben een biologisch melkveebedrijf, dus we willen heel veel weiden. We willen zoveel mogelijk vers gras in die koeien. Dus we willen met zo min mogelijk factoren van buitenaf, zoals brokken of bijproducten, willen we gewoon melk produceren. We hebben kouscout, dus dat is activiteitmeting en herkouactiviteit, hebben wij voor gekozen. Dus elke ochtend en elke avond kijk ik eventjes in de computer hoe het met de gezondheid van de veestapel is. De kouscout die heeft mij in 3 maanden tijd ongeveer 15 koeien getipt. Zodat ik ze kan insemineren en die had ik met het blote oog niet gezien.